zijn in het mooie Zoetermeer, in de achtertuin van Era Couture. Op een groot onderhoudsproject, we noemen het een gevelrenovatie, van 407 woningen. Dit is de Era, heb ik me laten vertellen, 132. Dus we hebben ze zelf gebouwd in de jaren 70. Ja, en er is voor mij niks uniekers dan hetgeen mijn collega's 40 jaar geleden gebouwd hebben, nu te renoveren. Vind ik heel uniek. Ja, weet u al wat het allemaal gaat inhouden voor u? Ja, een hele week even rotzooi en dan is het patsboom klaar. Het zal wel opknappen en het zal een verbetering zijn voor het aangezicht van de wijk. Dit is de woning waar de mensen tot rust kunnen komen. En we hebben nu helemaal ingericht zodat de mensen lekker met een bakje koffie, als wij in de woning van hen bezig zijn, dat ze hier tot rust kunnen komen. We noemen het ook je tweede huis. We hebben meerdere partijen de kans gegeven om in te schrijven op dit project. En met name heeft Era bij de presentatie enorme indruk gemaakt op hoe zij met de bewoners omgaan. Zij stellen de bewoners centraal. Het verhaal dat de scholen bij betrokken worden, dat de kinderen betrokken worden bij een project. Nou, dat zie je hier nu vandaag ook gebeuren. En dat zijn allemaal dingen geweest waarvan wij hebben gezegd van dat is echt wel blijk van de bewoners centraal zetten. Wat vindt u van de manier waarop het aangepakt wordt, zo met een rustwoning en zo? Ja, dat is wel heel fijn, want je hoeft dan niet buiten te lopen natuurlijk. Dus dat scheelt wel natuurlijk. Nou, ik hoop ook dat het zo wordt, zoals het eruit ziet. Waar bent u het meest blij mee? Nou, dat het minder inbraakgevoelig is. Dat er meer van die hang-en-sluitwerk allemaal beter is. Ja. Want dat hebben we nu zelf allemaal gedaan. Mm-hmm. Maar nou komt het standaard erin, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, ik vind dat ze alles goed doen. Ook van tevoren bericht geven, daar ben ik al blij om. En goede ondersteuning. Nee, ik vind... Heb je er een beetje zin in? Ja, heel erg. Dit is iets waar we denk ik nu drie kwart jaar aan gewerkt hebben. Een hele lange voorbereiding geweest. Ja, nu gaat het bijna gebeuren. Dat is wel spannend.